Nieuwmans Suriname heeft in het weekend het eerste goud van de Merian-mijn geproduceerd en hiermee de commerciële productie per 1 oktober gestart. De mijn is op tijd afgeleverd met een besparing van meer dan 150 miljoen US dollar. Dat is ongeveer 20% onder de initiële raming. De Merian-mijn heeft een bewezen capaciteit van 5,1 miljoen ounces aan goud en zal tussen de 400.000 en 500.000 ounces per jaar aan goud produceren tegen een concurrerende prijs in de eerste 5 jaren. Gary Goldberg, de CEO van Newmont, zegt dat de voorbereiding heel efficiënt was en dat het bedrijf als een van de weinigen heeft geïnvesteerd in verdere groei tijdens de lagere prijs op de goudmarkt. Ons team heeft Merian volgens schema en onder het budget afgeleverd, maar belangrijker nog op een veilige manier, zegt hij. Goldberg geeft verder aan dat de goede samenwerking met de regering en het volk van Suriname zeker heeft bijgedragen tot dit mooie resultaat.